Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 13 februari. Het wordt een mooie zonnige dag vandaag, alleen vanochtend zien we in Limburg nog wel wat wolkenvelden overschuiven. De temperaturen die liggen vanochtend rond het vriespunt en voor het gevoel is het erg koud. De gevoelstemperaturen in het noorden bijvoorbeeld liggen tussen de min 5 en min 10. Vanmiddag wordt het zo'n 4 graden boven 0 in het noorden en zo'n 7 tot 8 graden in het zuiden. En op de meeste plaatsen schijnt de zon volop. Er waait een matige oostenwind. Vanavond daalt het kwik dan geleidelijk aan tot rond het vriespunt en vannacht gaat het weer licht vriezen. Nog steeds waait er een matige oostenwind en die maakt het voor het gevoel erg koud. Morgen is er weer flink wat zon en de temperatuur loopt wat verderop. Het wordt zo'n 6 graden in het noorden tot lokaal 9 graden in het zuiden. Van bewolking is nauwelijks sprake. Ook woensdag ziet het er nog zonnig uit. De wind draait naar het zuiden. En in het zuiden van het land kan het dan lokaal 15 graden worden. Vanaf donderdag wordt het wisselvalliger. Er komt meer bewolking en er valt af en toe wat regen. Overdag is het zo'n 8 tot 10 graden. En in de nachten blijft de temperatuur boven nul. Mijn naam is Raymond Klaassen. Ik wens u een fijne dag.